Goedemorgen, pinlebaasje van me. Goedemorgen. We staan er net op de bushalte te wachten. Zie ik een man huilend bij het water. Dus ik naar hem toe en vraag, alles goed? Zegt hij dat zijn boterham in het water is gegooid. Dus ik vraag met opzet. Zegt hij nee, met pindakaas. Dat zal die vlugger van de marketing wel zijn. Kijken wat we vandaag niet voor hem gaan doen. Mark. Klapvee productinnovatie, goedemorgen. Ah, Mark van de marketing, goedemorgen. Of we een nieuwe smaak kunnen verzinnen. Dan vragen ze maar aan die vlotte jongens van de pindakaaswinkel hoor. Pindakaaswinkel heeft een nieuwe gratis smaakactie. Wat moeten wij daarmee? We hebben 100 jaar dezelfde smaak. Heb jij er zin in? Nou, sorry hoor Mark, maar weinig origineels aan. Wij blijven bij onze leest. Oké, Mark, we gaan voor je aan de slag. Vertel eens, wat heb jij er vandaag op? Op de bammetjes? Ah, klapvee pindakaas. We zijn er in ieder geval groot mee geworden. Toedeledokie. Werken bij zo'n hippig bedrijf. De pindakaaswinkel. Hoe zou dat eigenlijk zijn? Hey, bij de pindakaaswinkel hebben we nu een unieke actie. Raad de smaak. We hebben 3 geheime smaken ontwikkeld. En raad jij de smaak, dan maak je kans op fantastische prijzen. Bij elke bestelling op pindakaaswinkel.nl ontvang je smaak X, Y of Z. Ook in onze winkels kun je meedoen. Geef je antwoord door op onze website en win. Dus waar wacht je nog op, pindabaas? En? Niks voor mij.